Zo, het is een nieuwe dag, dus maar proberen om met Buddy te gaan werken. Hey, goedemorgen. Hoe gaat het? Hey, het gaat goed hoor. Ik wou net met Tauriel gaan rijden. Kom je mee? Ja, lijkt me leuk. Ik zie dat Quinn en Rachel alweer aan het rijden zijn. Klopt, ze rijden echt bijna elke dag wel 2 uur. En dan trainen ze alleen. Echt niet normaal een keertje een buitenrit maken of zo. Het lijkt me echt helemaal niet leuk. Ik vind juist buitenritten maken veel leuker dan alleen maar trainen. Dat vind ik ook, maar bij hun gaat het allemaal om het geld. En natuurlijk om beroemdheid dat ze elke keer winnen. Nu alleen nog even het hoofdstel om en we zijn klaar. Maar als hun rijden, waar ga jij dan heen? Meestal ga ik gewoon in het bos rondlopen, want hun zijn nog wel bezig. En ik heb het een keer gevraagd, alleen toen werden ze echt heel boos, dus dat doe ik niet nog een keer. Serieus, zijn ze echt zo erg? Had ik echt niet van ze gedacht toen ik ze eerst zag. Ik ben het nu wel gewend. Meestal loop ik gewoon over het erf heen met haar. Dat ga ik nu ook maar doen. Dan kan jij ook gezellig meelopen. Zou je het leuk vinden als ik je een kleine rondleiding gaf? Ja, dat lijkt me best leuk. Oké, laten we beginnen. Dit is de zadelkamer, maar ik denk dat je dat al weet. Dit is mijn ezel, daar moet ik ook nog op rijden vandaag. Ik heb hem ook al vanaf de geboorte. Dus zijn echt mijn paarden. En ezel natuurlijk. Wat is die lief? Ik zou ook wel op hem willen rijden als je dat niet erg vindt. Zou je dat willen? Dat zou echt heel fijn zijn. Dank je wel. Nu kunnen we ook een bosrit gaan maken. Kom, laten we gaan. Het was echt een hele leuke buitenrit. Moeten we nog een keer doen? Ja, inderdaad. Alleen ik ga nu even bezig met Buddy. Ja, is goed. Heb je hulp nodig? Ik weet het eigenlijk niet, maar blijf er maar bij voor de zekerheid. Oké, is goed. Goed zo, Buddy. Kom maar mee. Ik zal de bak vast voor je open doen. Oké, is goed. Oké, ga er maar in. Goed zo, Buddy. Het gaat goed zo. Ik weet niet hoe die gaat reageren hoor, pas op.